Michael Geluk, Food Design en Innovation. Dit is het Food Design Centrum en dit is de plek waar we de theorie in praktijk brengen. Het is een opleiding waarin food centraal staat. Wat je onder andere doet is het verzinnen van concepten voor een bepaalde doelgroep. Productontwikkeling, je combineert talloze kleur, geur en smaakcombinaties. Deze opleiding is eigenlijk gewoon een ware jacht naar juist datgene waar nog nooit iemand eerder mee is gekomen. Vooral in het begin van de opleiding kom je erachter dat je nog wel eens met wat dingetjes aan wilt komen. Waar je klasgenoten ook mee aankomen. Dat is niet erg. Na verloop van tijd ontwikkel je je eigen stijl. En ga je paadjes bewandelen die je zelf interessant vindt. Doe je in een doos waar geen licht op in zit. Het magazine Boodschappen die heeft gevraagd of wij binnen het thema Fitfood een nieuw concept willen verzinnen, een nieuw gerecht. Van tevoren ga je brainstormen, dan ga je kijken wat jij binnen het thema Fitfood vindt passen. Ik heb het fitte brein gekozen. Wie serveert er nou nachos als nagerecht? Totdat je de eerste hap neemt van de nachos en dan zal er een totale mindtwist ontstaan. Ik zal het proberen voor te doen. Je neemt een hap. En dan denk je van, wow, ik snap het niet. En dat komt eigenlijk omdat alle standaard ingrediënten zijn aangepast of vervangen. Dat was het hele leuke van de nachos. Omdat het eigenlijk een soort van train van je brein was. Wat me zo enthousiast maakte om de opleiding was eigenlijk gewoon het totaalplaatje. Wat ik bij andere opleidingen niet kon vinden, is dat je dieper op het product ingaat. Wat je onder andere doet, is leren waarom het reageert op bepaalde kooktechnieken. Waarom wordt je boontje minder groen als je het kookt? We krijgen ook les met hoe je bijvoorbeeld out of the box moet denken. En de buitenlandse stage komt er zo meteen aan. Met behulp van al die dingen die je uiteindelijk leert, kan je al die kennis zo meteen toepassen bij het uitwerken van je concept. Deze caravan hebben we gebruikt voor een project waarbij we alle zintuigen prikkelen. Wat je kan worden na deze opleiding is eigenlijk heel erg veel. Bijvoorbeeld als foodstylist aan de slag. Dat je je creaties op een mooie manier fotografeert. Of je wordt productontwikkelaar, conceptontwikkelaar. Wat bijvoorbeeld een paar leuke smaakcombinaties zijn die ik verzonnen heb voor de opleiding, is blauwgeaderde kaas met pure chocolade, oester met groene thee en haring met honing. Dat is een onwijs gekke, maar superleuke combinatie.